up for a Dallas rain. Het Noorderpark Gageldijk is de mooiste plek voor Robert van Vliet. En hij laat me straks zien waarom hij dat vindt. Eerst word ik rondgeleid door het buitengebied van Schalkwijk. Frans Landsaat is er zijn hart verloren. En ik ontmoet hem op een van de klompenpaden in het landelijke gebied. Wij zijn in Schalkwijk. En ik ben natuurlijk heel benieuwd waarom jij mij hier hebt uitgenodigd, Frans. Het heeft toch iets te maken met de historie. Ik ben als man graag bezig met de historie. Nee, neem nou bijvoorbeeld de kerk thuis, als die daar staat. Als je hem daar in de Viestraat zit, of je zet hem op Neuden, dan komt hij niet tot zijn recht. Nee, en hier wel. Ja. En dat vind ik nou juist, want er zit een stuk historie in. Alfred Tepe heeft hem gebouwd. Mengelbergen, Utrechter, die heeft de inhoud versierd. Nou jongen, dan geniet ik van. En de natuur? Ja. Waar zijn we precies? Nou, we zitten tussen Schalkwijk en Tullendwaal. Toen ik hier kwam wonen, toen werd er gevraagd, wil je meehelpen met knotwilligen? En dat heb ik dan ook gedaan. En dan kom je erin met een groep en dan geniet je van de omgeving. En ja, kijk nou eens rond, hè. Prachtig, toch? Ja, mij hoor je niet klagen, nee, hoor. Nee, hè. Maar wat is nou je allermooiste favoriete plek waar je ons mee naartoe gaat nemen? Dat is het kasteelterrein Schalkwijk aan de Tetwijkseweg. En ik hoop dat jullie straks zin hebben om daar even heen te gaan. En dan kan ik je de plek laten zien waar het kasteel heeft gestaan van Schalkwijk. Ja. Maar de entourage, de bossage en dergelijke. Nou, het is fantastisch. Daar gaan wij. Ja. Een kasteel in Schalkwijk? Dat wist ik niet, maar er is dan ook niet echt veel informatie over te vinden. Tijdens opgravingen werd bekend dat er 3 torens hebben gestaan. Er was een slotgracht en een park. Een klein stukje van het park is in ere hersteld en samen met Frans wandel ik romantisch tussen de bloemen door en zoeken we een plekje met uitzicht waar ooit dat kasteel heeft gestaan. Frans, je ziet er ineens compleet anders uit. Waarom? Nou, waarom? Is simpelweg, ik wil Jonkheram spelen. Jonkheram die leefde hier van 1633 tot 1669. En die bewoonde hier het kasteel in Schalkwijk. En dat, ik wil hem nadoen. Jij bent in zijn huid gekropen. Ik ben in zijn huid gekropen. Hij was toch een bijzonder mens in het kader van de tijd. Maar Jonkheram die heeft dus hier op deze plek, op jouw mooiste plek in Schalkwijk, gewoond. Ja. In het kasteel? In het kasteel. Niet het hele jaar door. Veel te koud. Veel te koud. Je weet, dames zeuren altijd. En deze, die tijd ook. Hè. Op een gegeven ogenblik problemen met de protestanten en met de katholieke gezinden. Werd hij dus op een gegeven ogenblik door het Utrechts bestuur, door het provinciaal Utrechts bestuur, werd hij eigenlijk... Ja, verjaagd van zijn huis. Dus het was een beetje een rebel? Het was een rebel, ja. Maar het hele kasteel staat er niet meer? Hier achter waar je die bomen ziet staan, daarvoor stond het kasteel. Ik heb een gat gemaakt en om een doorkijk te krijgen op het voormalige plekje waar het. En in die opening verschijnt in de loop van 2016 een monument om toch wat meer bekendheid aan het bestaan van het kasteel te geven. Frans en ik wandelen verder over de klompenpaden en komen uit in Tull en Dwaal. Er is hier nog een authentiek stuk waterlinie te vinden. Het is er gezellig druk en er wordt flink aan het groen gewerkt. En dan zijn we ineens bij een prachtig fort. Waar zijn we, Leonie? We zijn op werk aan de Korte Uitweg. Dat is een fort hier in Tull en Dwaal. En wij zijn hier van Reinaarden. Reinaarden is een gehandicaptenzorginstelling binnen Utrecht. We hebben locaties binnen het wonen, werken en dagbesteding. Ja? Wij zijn hier een werkproject. En wij onderhouden hier het groen, het fort zelf. We hebben een theehuis met vergaderzalen. En we hebben in het seizoen een kampeerterrein hierachter liggen. De bewoners van Reinaarden, wat betekent het voor hen dat zij hier kunnen werken?
Het zijn werknemers, het zijn geen bewoners. Ja, dat is het grote verschil wel. Nou, ik denk dat het heel veel voor ze betekent. Ik denk dat ze dat zelf heel goed kunnen vertellen. We hebben hier een paar lopen die in het verleden moeite hebben gehad met banen behouden. En hier nu heel erg veel de rust hebben gekregen. Want behalve de Reinaardengroep, dus de verstandelijk gehandicapten, werken we hier ook met andere doelgroepen. Zoals mensen uit de psychiatrie, verslavingszorg. Zoals dat zo mooi heet, iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. En iedereen krijgt hier een plekje om weer opnieuw te beginnen. Ons idee is altijd, iedereen moet weer blij die brug over, terug. En ik denk dat dat ons nu heel goed gaat, met gasten, maar ook met de deelnemers. En iedereen komt hier met een lach en gaat weer met een lach. Hier wordt hard en grondig gewerkt, ik zie het inderdaad al. Inderdaad. Ja, hoe dat allemaal goed komt, hè? Inderdaad. Ja. Jij bent Martin. Ik ben Martin en ik zit sinds 12 april hier bij het fort, bij Leonie. Jij bent een van de deelnemers. Ik ben een van de deelnemers en ik doe de horeca, toiletten netjes schoonmaken. Ik maak de peoplecar helemaal spik en span. Ja. En ik doe de vergaderzalen, kleine zaal en de grote zaal en het theehuis schoonmaken. Dus het betekent veel voor je om hier te zijn. Ja, en het is ook een vaste aanstelling, dus ik hoef in principe ook niet weg. Ik mag hier helemaal blijven. Ik heb mijn doel, ik heb mijn ding en de mensen zijn aardig. En jij gaat met die glimlach over de brug naar huis? Ik ga om 4 uur, drink ik hier nog een kopje koffie, een cappuccinootje van Leonie. En dan ga ik even de dag doornemen. Nou, dan ga ik om 4:10 ga ik naar huis. Wat gebeurt er met jou als jij hier zo zit? Ja, dan ben ik mezelf. Zeg ik dat goed? Ik heb het gevoel, er kan mij niks, op dit moment niks gebeuren. Maar ben je dan jezelf als Jonkheer Ram of als Frans? Als Jonkheer Ram, ja. Laat u ook eens verrassen door het gebied rondom Schalkwijk. Er zijn prachtige fiets- en wandeltochten te maken. Neem bijvoorbeeld het Lint- en Liniepad. Dat is een klompenpad dat u dwars door de weilanden leidt. De wandeling is 9 kilometer, start bij de Michaëlkerk en is gemarkeerd met oranje klompjes. De hond moet helaas thuis blijven. Voor meer informatie en tips kijkt u op onze internetpagina www.rtvutrecht.nl/plek. Het Noorderpark Gageldijk is een recreatie- en natuurgebied aan de rand van Utrecht. Het gebied is volop in ontwikkeling, maar is nu al de mooiste plek voor Robert van Vliet. Hij komt er niet alleen graag, maar hij heeft ook een mooi plan. Eerst maar eens kennismaken. Jouw mooiste plek, Robert, dat is hier. Ja. Wat kan jij vertellen over dit gebied? Wat is het voor gebied? Wat ik ervan weet, is dat het van oorsprong een gebied is waar zeg maar, de forten centraal stonden als verdedigingslinie. Zeg maar. En dat gaat echt ver eeuwen terug. Zeg maar. Ik weet niet precies het verhaal, maar dat is wel het verhaal. Voor dat gebied mocht er geen bebouwing rond die forten zijn. Dus het is van oudsher echt een poldergebied. Wijd. En nou, het recreatieschap is dat met Staatsbosbeheer gaan bedenken hoe ze dat dan zijn gaan uitrollen. En je hebt dus, het loopt dus echt van achter het tuincentrum Overvecht. Ze hebben gewoon daar allerlei plannen ontwikkeld. Dus er komt nog een golfbaan, die is nog in ontwikkeling, maar daar zijn ze mee bezig. Als je dan deze kant op loopt, heb je meer de forelvijver, de BMX-baan en de skatebaan. Dan als je er wat verder het park in gaat, kom je eigenlijk bij de nieuwe brug die van Park de Gagel het Noorderpark in loopt. Ja. Dat is eigenlijk ook zo'n beetje een bos, nieuw bos aanplant en zo. En als je daar dan nog een stukje verder gaat, dan heb je echt het speelbos. Waar grote speelattributen zeg maar, neergezet zijn voor kinderen. Maar ook weer met een kleiner bos waar je makkelijk hutten kan bouwen. En als je dan nog een stukje verder gaat, dan kom je op Fort de Gagel. En dan ga je eigenlijk alweer richting Maarseveen. Ja. Ja. Dat mooie plan waar ik het eerder over had, daar moeten we een klein stukje voor wandelen. Bij een plas in het park wil Robert namelijk een nieuwe ijsclub gaan vestigen. De locatie is in ieder geval prachtig. Nou Robert, dit is echt jouw mooiste plek. Ja. Zeker. Vertel, ga maar los. Waarom? In zijn verstilling is het zo mooi, rustige en bijzondere plek.
Ja, en ook de, nou ja, gewoon het hele beeld erbij, hè, met ijs, hoe mooi het hier kan zijn. Ja, want dit is de plek waar wat jou betreft deze winter nog... Ja, geschaatst gaat worden. Ja. Ja. Hoeveel nachten vriezen is het voordat je hier kan schaatsen? Voor ons om te schuiven, zeg maar, ik denk 4-5 nachten, zo -5, -4. Dat is al heel snel. Dan zouden we dus, ja... En als je dan echt wil schaatsen, nou dan moet je nog wel even 6-7 nachten constante vorst hebben. Wil je het echt veilig zijn, dan moet je eigenlijk, als je echt een evenement wil organiseren met honderden mensen, dan moet je echt toch 10-14 centimeter hebben. Wat is dat met jou en ijs? Ja, dat komt echt wel vanuit mijn jeugd uit, zeg maar. En schaatsen is gewoon een lust in mijn leven. Als ik in de zomer aan het strand ligt, dan lees ik ijsboekjes, zeg maar, over Elfstedentochten en spannende andere toertochten. Maar dat is gewoon iets waar ik als kind gewoon mee ben opgegroeid en verbonden is aan vrijheid, aan sport, aan plezier, aan verbinding met mensen, familie, bekende vrienden. Maar goed, de droom is er. Ja, de droom is er en we hebben nu een plek, wat natuurlijk ook bijzonder is. En, heel mooi. Dus tot in januari. Zeker, ik kom graag langs. Ja. Laten we hopen dat er weer eens een echte winter langskomt, waarin we zwierend over het ijs in het Noorderpark kunnen gaan. Een ander mooi initiatief in het Bruisende Park vindt zomers plaats. Robert en ik hebben een afspraak met een van de organisatoren van dat initiatief. Nou, de een die heeft de wens om hier een ijsclub te maken. Jasper is inmiddels bij ons gekomen. Jasper, jij hebt iets heel anders, hè, met dit gebied. Klopt. Wij organiseren hier jaarlijks Soenda Festival. Soenda Festival? Ja, klopt. Wat doen jullie? Ja, dat is een elektronisch festival wat zo jaarlijks 15.000 bezoekers naar dit gebied trekt. 15.000 bezoekers in een natuurgebied. Hoe verzin je dat? Nou, het is geen natuurgebied, het is een recreatiegebied. Oh, ja. Dat wil ik er wel heel graag bij zeggen, want daar zijn nog wel eens onduidelijkheden over. Dat mensen zeggen, ja, het is puur een natuurgebied, want dan zou je het hier niet moeten organiseren. Ja. Maar het is echt een recreatiegebied. Het wordt ook verzorgd door Recreatie Midden-Nederland. En dus een perfecte plek voor een evenement zoals deze. En hoe ziet het er dan uit als het festival hier is? Ja, dan wordt er een soort ja, kleine staddorp gebouwd met tenten en plekjes waar je lekker kan zitten. Er staan verschillende foodcateraars. En het is gewoon nog steeds een hele mooie plek. En dan heb je de opbouw, het evenement zelf en dan de afbouw. En we houden gewoon heel goed rekening met de plek waar we zijn. Dus mocht er schade aan zijn aan de grond of zo, dan wordt dat gewoon hersteld. Maar hoe ben je op het idee gekomen dan ooit? Wij organiseerden de Soenda Festival eerst op een andere locatie. Die werd te klein. Toen zijn we gewoon gaan rondkijken van wat zijn mooie locaties in of vlakbij Utrecht. Nou, we zijn gaan kijken naar de mogelijkheden van past dat evenement hier ook. En dat was zo. En toen zijn we aan de slag gegaan. En zodoende zitten we hier nu al 5 jaar. Trots dat je zo'n festival hier mag organiseren? Ja, daar ben ik zeker trots op. We zijn trots op de evenementen die we organiseren. En we zijn heel blij dat we dat op deze mooie locatie kunnen doen. En daar mag je wel trots op zijn, denk ik. In het Noorderpark is een geweldige route te fietsen van zo'n 25 kilometer. Een mooi startpunt daarvoor is de parkeerplaats tegenover de forelvisvijver Ruigenhoek. U fietst dan langs molens, forten en nog veel meer. Informatie over het gebied en deze fietsroute vindt u op onze internetpagina www.rtvutrecht.nl/plek. In de volgende aflevering bezoek ik het landgoed Haarzuilens. Johan en Frauke zijn hardloopmaatjes en hebben hier al aardig wat kilometertjes achter zich gelaten. Met Rex Veenstra ga ik naar de prachtige Barneveldse Beek, vlakbij het kasteel Stoutenburg. Tot volgende week.